in het begin van de ziekte, toen was ik nog vrij jong, dus toen was ik er niet... Ja, je bent er wel mee bezig, maar het komt eigenlijk helemaal niet uit, zeg maar, dat het er is. Ik kreeg toen zonder voeding voor bijna 3 maanden en dat was echt heel heftig. Dat is ook iets wat, als ik moet opnoemen de zwaarste momenten van mijn ziekte, dan staat die toch wel ver bovenaan. Ik wil liever niet dat ik ziek ben. En altijd als ik ermee geconfronteerd word, dan vind ik dat niet zo heel erg leuk. Ja, ik heb het wel een beetje weggestopt toen ik jonger was. En dan naarmate je ouder wordt inderdaad, dan word je er wel meer bewust van het hele proces en wat gebeurt er nou eigenlijk. Waar ik veel moeite mee had, was bijvoorbeeld met plannen. Als ik wist, ik heb vanavond een feest en ik wist ook, ik moet de volgende dag pas 's middags werken. Dan wist ik, ja, het is het een of het ander, want allebei. En ja, dan zie je wel inderdaad je vrienden om je heen die gewoon allebei doen en misschien nog wel iets extra's erbij. En dat vond ik de hardste klap waarmee ik volwassen werd. Mijn moeder ging in het begin sowieso altijd mee en dat wordt dan ook minder, want je gaat toch naar de volwassen poli, dus dan zit niet elke keer meer je moeder ernaast. Dat, en dan moet je zelf het gesprek gaan voeren, dat is ook, was ook wennen. Plié open, gently first position. Right leg in, say in, open, out, and slow in. Ik moest het meest wennen aan dat ik zelf alles moest doen. En dat er veel minder aandacht was voor mijzelf. Up and plié. Nice. Soft elbows. Grand plié. 5, 6. Elbow up. 7. Reverse your arm. Follow the head. Er zijn totaal geen gesprekken gevoerd met ons drieën bij elkaar. Ze stuurden gewoon het dossier van mij, van de kinderarts, naar het MDL. Een kinder-MDL-arts die vraagt eerst, hoe is het met je? Hoe gaat het op school? Hoe is het met vrienden? Hoe is het bijvoorbeeld met je vriendin? En bij de volwassen MDL-arts is het, hoe is het met de wond? Welke klachten heb je nog? Ik denk dat het wel fijn geweest zou zijn dat er toch iets van een coördinator of iemand die er dan nog net tussen staat waar je dan heen kan met je vraag. Als er tijdens mijn transitie 1 aanspreekpunt was geweest die met mij alles had doorgesproken, dat best gescheeld zou kunnen hebben. Psychologische zorg lijkt me een hele mooie aanvulling op de medische zorg. Stretch, yes, nice. Second, finish this, take a selfie, and stretch. Wat ik zou willen zeggen tegen de volwassen behandelaars. Volwassenen en jongeren zijn niet hetzelfde. In de ideale wereld zou ik willen dat als je 18 bent, dan bereiden ze je voor om naar het volwassen ziekenhuis te gaan. Door te zeggen van, naar welk ziekenhuis wil je dat ik meega? Wat zou je fijn vinden? Gewoon dat jij zelf inbreng hebt in wat er gaat gebeuren. Nice.
pirouette, pa, pa, finish. And forward. Up, down, up, down. Nice. Ik denk tijdens de transitie van kinder naar volwassen dat er ja, wat meer gesprekken moeten zijn met beide artsen. Als tips naar de behandelaar toe zou ik die willen meegeven om te proberen echt wel je patiënt te zien. Dus vraag die puber, om het zo maar te noemen, ook een keer naar, goh, wat zijn je hobby's, hoe gaat het daarmee? Zet dat desnoods in het dossier, dat je daar de volgende keer weer naar vraagt. Zie je patiënt niet als een nummertje, maar meer gewoon echt als iemand die door hele veranderingen gaat. Hoe ziek je ook bent, probeer positief erin te blijven staan.